De administratieve aanhoudingen van illegalen steeg van 3.300 in 2012 naar 4.200 vorig jaar. De politie pakte er dus een kwart meer op. Een gevolg van het beleid van het stadsbestuur, zegt de burgemeester. Wij doen ook speeracties, dat wil zeggen dat er straten worden afgesloten. Iedereen wordt gecontroleerd om criminelen te vinden, maar die criminelen zijn vaak ook illegalen. We doen acties rond mensen die uitgeprocedeerd zijn en die niet willen terugkeren. We gaan naar de adressen die we kennen en als we hen kunnen vatten, brengen we hen over naar gesloten centra. We doen ook acties met de lijn. Als de lijn controleert op zwartrijden, blijkt ook vaak dat die mensen illegaal zijn. Het is niet de bedoeling om alle illegalen nu te viseren. Als ik morgen alle illegalen in de stad actief zou gaan opsporen, heb ik er wellicht 20.000 of 25.000. Maar wat moet ik er dan overmorgen mee doen? Moeten die dan in een kamp worden overgebracht om wat te doen? De meeste daarvan zijn zomaar eenvoudig niet uit te wijzen. Het zijn allemaal heel complexe dossiers. Dus een beetje realisme leert dat als je als burgemeester effectief wil optreden, dat je tegen criminele illegalen gaat optreden en niet tegen alle illegalen in de stad. Het is ondoenbaar. In de strijd tegen drugs zijn ook al 25 illegale drugsdealers met een Marokkaanse nationaliteit sinds het begin van de acties gerepatrieerd naar hun thuisland.